4 juni 1973. De eerste maandag van de maand zit moeder in de kapsalon. Permanent. Dat zit weer netjes, schikt ze als ze thuis komt. Ik vind die golfjes gemaakt en ze stinkt naar droogkap. Nou ja, zolang ik maar niet naar de kapper hoef. Ik had dus half lang haar eigenlijk, een beetje op mijn schouders hangen. En het was dus droog en krullerig en nou is het dus veel makkelijker. En ook omdat ik veel aan sport doe dus, dan is het helemaal heerlijk natuurlijk. Wetterin is eigenlijk het Friese woord voor waterlijn. En dan kun je eigenlijk meteen al veronderstellen, wat is waterlijn? Wat heeft het te maken met een kapsel? Nou, vanuit Leeuwarden hebben we dan eindelijk eens een keer de presentatie van een nationale mode mogen maken. En dat is ook gelukt via de Nederlandse Kappersbond, met name de top die dit model dus heeft getipt. Pet de Dijn gaat starten met een nieuwe kniptechniek. Een draaiende beweging met beestjes haar die polsdraaiend afgeknipt worden. Heel belangrijk is dit, want wanneer je de polsbeweging niet goed en langzaam bijmaken, dan krijg je hapjes in je haar. En dat is wat we in de Friese volksmond noemen trapjes geven. Probeer het zo rustig mogelijk in te knippen. Doordat we dus die speciale peesjes inknippen, krijgen we dekhaar aan verschillende kanten. We noemen dus boven dekhaar en aan de onderkant steunhaar. Het is zo grappig dat het haar geen enkele richting meer uit wil, als alleen hetgene wat wij op dit moment willen. Ik vind het dus ook heerlijk, dit korte haar. Ik had het dus ook iets langer. En altijd als je ging zwemmen met badmuts en altijd het gezeur erbij. Je komt er nu uit en je droogt het wat, de handen wat doorheen. En het is dit weer netje. Het gaat niet rechtop staan of zo, eventjes zo. Handen, vingers dichtknijpen. Zit het goed? Valt uitstekend. Een hele andere persoon geworden, vind ik zelf. Juli 1970. Gaan de buren met vakantie, zit de kofferbak vol eten. Smak, appelmoes, gestampte muisjes. Volgens buurman weet je bij dat Middellandse eten nooit of het niet bedorven is. Ongezond is het zeker. Waarom denk je dat die mannetjes daar zo klein zijn? Je hebt hier de mogelijkheden voor het hele huisgezin. De vrouwen en kinderen kunnen hier fijn aan het strand bivakkeren. Je hebt overal winkeltjes en wij hebben hier bijzonder goede duikplekjes vlak bij de camping. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Niet 3 keer per dag uitgebreid eten met bestek en linnen servetten. Nee, maar papier en weggooi bekertjes. Mag ik iets vragen? Kent voor je me, kent voor je. Dat was op de televisie. Oh, Najik, hier zo. Ik zeg, meneer, komen we elkaar voor van de televisie. Vindt u het hier een drukke camping? Erg druk. Ja? Vindt u het een druk? Dag mevrouw. Komt u erbij zitten? Vindt u het een drukke camping? Ja, wij zijn hier alleen geweest hoor. En vindt u dat fijn of vindt u het een... Ja, we blijven hier weer een week. Vindt u wel gezellig? Want wij zijn al een week 4 op stap. Wij zijn van Spanje afgekomen. Is Frankrijk duur? Ja, hier is het vreselijk duur. Maar dan had ik 2 kalfscarbonade, nou voor 2,50. Nou, nog niet van die dunne natuurlijk, want wij houden van vlees, dus behoorlijk dik. Daar gaat het nou niet om, maar... Ik vind 5 gulden voor 1 dag vlees vind ik toch wel behoorlijk veel. Eet u het lokale buitenlandse eten of kookt u Nederlands eten? Nee, dat is ons eigen potje. We gaan wel eens uit eten hoor, natuurlijk, dat wel. Wat eet u vandaag nou? Nou, vandaag eet ik nou... Een heel makkelijk potje. Een heel makkelijke pot, een kobbeljon. En dan nemen we ieder een lekkere kalfscarbonade. Met witte boontjes en tomatensaus, dus ik maak vandaag geen aardappeltjes klaar. Dat is makkelijk, hè? Hebt u eten meegenomen uit Nederland? Niet veel. Niet veel, want je kunt overal krijgen en je kunt toch alle dag ook geen blik groente eten, hè? Dat gaat niet. We gaan eens boven dus, een hol potje. Ik wens u nog veel plezier in vakantie. Nou, dank u veel. Dag mevrouw, dag meneer. Veel plezier en veel succes. Ja, dank u. En goed weer.